stemming van. Ik ga vandaag iets heel bijzonders maken. Ik ga een super uitgebreide feestmaaltijd maken vandaag vanwege het 4-jaar jubileum van mijn sushizaak. Om te vieren wil ik natuurlijk gewoon uitgebreid mijn personeels en vrienden, families te bedanken. Wil ik gewoon uitnodigen voor een etentje. Eerst had ik gepland om ergens te gaan boeken, maar toen zei een van mijn personeel van ben je een gek? Ga jij maar koken? Jij kan nog lekkerder koken dan wie dan ook. Ik kreeg ook eigenlijk heel vaak de vraag over van wat wij gaan eten bij de Chinese feesten. Ik laat je vandaag zien. Ik heb, volgens mij is het nu ongeveer 1 uur. Ik moet 6 uur komen ze binnen. Dus ik heb 5 uur de tijd om alles wat ik hier heb, een lekker maaltijd van te maken. Nou, zou ik jullie even vertellen wat ik allemaal heb? Dit is de lijst. Dat is de gewoon menulijst van vandaag. Er staan allemaal Chinees op. Het is wel makkelijker, want het is toch voor Chinezen. Ik heb totaal 15. De 14 en 15 ga ik niet zelf maken. Die 15 is een taart, dus die hoef ik niet te maken. Daar laat ik een ander over. En 14 is speenvarken, die bestel ik ook, want daar heb ik echt helemaal geen tijd. En ook geen instrument voor om dit klaar te maken. Maar de rest allemaal wel. Ik maak sameya, dat is gewoon eend met zure pruimen. Dat is echt typisch Chinees. Shantai nyouro, dat is gewoon rundevlees met koriander. En pifeng tang chaoxie, dat is krab met broodkruimel. Jingdu rou, varkensvlees met zoet pikante saus. Huangjing daxia, dat is die garnalen met eendeieren. Zilan yangpa, dat is dan lamsreks met komijn. Die heb ik ook de laatste tijd gemaakt. Heide pitan, dat is 1000 jaar eier met zeekwal. Jiangcong longxia mian, dat is kreeft met vers gember en bosuitjes op een bedje van de noedels. Toasten sen hao, dat is natuurlijk gestoomde oesters met zwarte bonensaus. En hai wei la rou fan su fen, dat is zoet aardappels noedels met seafood en gerookte varkensvlees van mezelf. Die grote varkensvlees heb ik zelf gemaakt, hè. En dan heb ik nog san rong hao you jie cai. Dat is een soort broccoli, Chinese broccoli met knoflook en oestersaus. Ga ik zo maken. En tai zi cao lu sun. Dat is gewoon groene asperges met Sint-Jacobsschelp. Dan heb ik als laatste gestoomde vis. En dat is gewoon zeebaas. Qingzheng fuguiyu. Nou, nu ga ik jullie even laten zien wat ik allemaal heb hier. Ik begin maar gewoon hier, dan is het makkelijker. Dit is 1000 jaar eier, die kun je standaard kopen bij Toko. Die kan ik niet zelf maken. Heb je bepaalde chemische stof nodig. En dit is zuurpruimen. En dat is gezouten eendeieren. Nou, hier heb je, zoals je weet, ik kan niet koken zonder gember, knoflook of zulke dingen. En dit ligt allemaal hier. En heb ik nog wat groenten hier. Bosui natuurlijk ook. En Chinese batoitje en Chinese kool. Groene asperges. En dit is die zoet aardappel noedels. En dit is gewoon normale noedels die ik ga stoppen onder kreeft. Hallo. En dan ook nog krab. Noordzee krab heb ik hier. Lamsreks. Zie, twee. Moet nog allemaal verwerkt worden. En eend. En hier heb ik een grote maat oesters. Dat is de rundvlees. Ik heb deze keer riblap gekocht. En Chinese broccoli. Die heb ik alvast in het water gedaan, zodat die een beetje schoon kunnen weken. En verder Sint-Jacobsschelp, een hele emmer vol. En dit is de zeekwal. Die heb ik al een paar dagen geleden gekocht. Eergisteren begon ik alvast te weken, want die is super zout. Die komt uit de zee natuurlijk, want er misschien te veel zeezout opgenomen of zo. Dus heb ik hem 2 dagen nodig om die gewoon op normale smaak te krijgen. Dat is die. En natuurlijk garnalen uit Urk. Kan niet anders. En ook nog zeebaas heb ik hier. Vandaag komt er ongeveer meer dan 20 mensen langs. Dus heb ik 2 zeebaas gekozen. Oh, dit is gewoon gerookte soja varkensvlees. Die heb ik zelf gemaakt vorig jaar. Die stop ik gewoon in de diepvries en dan kunnen we altijd het hele jaar door mee eten. En dan Chinese paddenstoelen.
En dit is inktvis, gedroogde inktvis. En garnaaltjes. Die stop ik zo meteen bij de zoet aardappelsnoedels in. En voor kindokwa heb ik natuurlijk nog carbonades. En daarnaast natuurlijk ook nog koriander. Dat is die. En nog allerlei andere dingetjes. Nou, weet je wat? Want ik heb niet zoveel tijd. Tijd dringt. Ik heb maar 4,5 uur om alles af te maken. Nou, ik ga beginnen. Dit is er zoveel gerecht. Ik ga niet één voor één gewoon uitgebreid jullie uitleggen. Dus misschien een beetje gewoon meelopen. Dan zie je er wel wat ik kan gaan doen. Om te beginnen, want deze kost de meeste tijd, ga ik nu eerst die runderriplap afmaken. Klaarmaken voor de gerecht van vandaag. Nou, kom maar mee. Ik heb al een pan water laten koken. En hier zit al die kruiden in. Die stop ik gewoon in een zakje in het water. Pan heet maken. Weet je wat nou voordeel van zo dit kookwijze is? Als je nou gewoon die water zo meteen, kun je een heel lekker soep van maken. En dan de rundervlees kun je gewoon weer uithalen en gerecht van maken. Nou, even kijken of de pan heet is. Ik ga altijd, als ik een soep maak, dat heb ik laatste tijd gemerkt. Dat is gewoon eerst gewoon even de vlees gewoon bakken. Totdat de buitenkant een beetje bruin wordt. En dan in kokende water doen. Dan komt die smaak van die vlees veel beter uit. En de vlees zelf blijft ook lekker sappig van binnen. Goed hè? Nou. Ik heb die al net gewassen. Dus de buitenkant is een beetje nat. Maar ja, dat geeft niet. Want die stopt gewoon zo in de pan. Wordt gewoon water verdampt gewoon gelijk. Water kookt al, dus ga ik wel iets lager zetten. Want mijn vlees is nog niet klaar. Hier moet je gewoon met die hoge vuur doen, zodat de buitenkant van de vlees direct afsluit. Kijk, zie. En dan blijft die vocht in het vlees, opgesloten in het vlees. Je hoeft niet helemaal gaar te bakken. Het hoeft eigenlijk alleen buitenkant mooi bruin te worden. Best wel spannend zo hoor. Eten koken voor 20 mensen in zo'n, ja, als je echt een Chinese restaurant hebt, dan heb je echt goede keuken. Maar ik zie het wel of vanavond een lekkere eten op tafel komt of moet ik zo meteen bij mijn broer eten gaan halen. Die ga ik nu in water doen. Die moet nog even koken. De volgende. Oeps. Nu ga ik die carbonade een beetje uit elkaar halen, de bot uithalen om kinktokwa te maken. Die moet even goed gemarineerd worden. Die bot ga ik niet gebruiken. Kijk. Ja. Zo. Ja, ik heb nu die wat is dat? Knoflooksaus met zwarte bonen. Dit is voor de oesters. Die heb ik alvast gemaakt. En hier ga ik nu dan de marinade maken voor krab. Noordzee krab. Jeetje, ik heb een beetje te veel gerecht in mijn hoofd. En dan zit ik nog een beetje gember erbij. En dan gewoon kruidenolie eroverheen. En dan een paar uurtjes laten smaak intrekken in olie. Dan ben ik klaar voor dit. Dus de kruidenolie heb ik genoeg gemaakt voor vandaag. Wat een luxe, hè? Nu we geen olie meer hebben, dan ga ik nog zoveel olie gebruiken. Oh. Maar ja, dat doe je ervoor als een bedankje voor mijn personeels. Kijk, dit is nu dan voor de krab zometeen. Nou, deze ga ik even opzij zetten. Eend is nu goed ontdooid. Dan ga ik nu helemaal droog deppen. En dan ga ik marineren buitenkant. In ieder geval huid gewoon mooi bruin laten maken met zwarte sojasaus. Maar dan loop ik weer terug. Kijk. Zo ziet hij nu uit. En nog ongeveer 20 minuutjes koken. En dan laat ik gewoon, ja, een beetje veel.
weer dicht. Nou, vlees is hier ook gemarineerd met zout, peper enzovoort. Ja, nu ga ik de eend klaarmaken. Eend even goed verwerken. Velletje gooi ik hem weg. Kontje gooi ik hem weg. Want zo lekker is het kont ook weer niet. Ik ga deze keer die vleugel ook eraf halen. Want uit ervaring die ik eerder heb gemaakt van een eend. Dan die, daar zit niet zoveel vlees aan. En omdat ik het heel lang laat sudderen, dadelijk wordt die te zacht. Is niet lekker. Dat doe ik gewoon apart. Kijk. Nu ga ik even de oesters goed schoonmaken van buitenkant. Deze oesters, ik ga die natuurlijk gestoomd eten. Daarom heb ik vers gekocht, maar direct in diepvries gestopt. En dan zometeen even in koud water, stromende water laat stromen. En dan gaat die vanzelf open. Dan hoef je niet zoveel moeite te doen om die open te krijgen. Niet dat ik niet kan. Ik kan heel goed. Ik heb de laatste tijd, want wij verkopen hier ook oesters. En daar ben ik heel goed in met de oesters openen. Maar dit is snelle manier om open te maken. Want je gaat het toch stomen. Maar we moeten wel buitenkant even goed schoon geschopt worden. Zo, hier zijn de zeekwal. Ik heb hem nog even geproefd. Die is nog super zout. Dus wat ik nu ga doen is door het stroomwater proberen die minder zout te krijgen. Zout een beetje weg te spoelen. Niet zo hoog, klein beetje is goed. En nu ga ik alvast wat bosuitjes en gembers klaar snijden. Dat hoef ik zo meteen niet meer te doen. Wat ik nu aan het doen is nog steeds aan het voorbereiden. Hè? Nog niet aan het koken. Fijn mogelijke sliertjes. Dit is meer voor de sier zometeen. Zo, ik ben nu al bezig met vis mooi in een bord te doen. Ik heb twee zeebaars gedaan. Dus die kan mooi in een mooie ronde bord doen. Gestoomd. Maar die hoeven maar ongeveer 10 minuten te stomen. Dus ik hoef echt alleen maar eerst voorbereiden. Netjes klaarmaken. Even folie overheen. En dan één koelkast. Nu garnalen. Ik heb een speciale garnalenmes gekregen van een goede vriendin van mij. En die ga ik uitproberen of het werkt. Kijk, die gaat het niet wegglijden. Zo. Netjes, hè? Dit is echt zo handig. Zo. En je hoeft echt alleen maar kop en staart vast te pakken. En dan, kijk. Zo handig. Zo, ik heb net lamstreks allemaal gesneden in de koteletjes. Heb ik, ik lees wel de commentaar, hè? En dan stop ik nu in de marinade. En dan laat ik hem marineren. En dan doe ik dadelijk op een grillplaat. Klaar is Kees. Ja, alles erin. Maar ik heb zo'n idee dat mijn bak te klein is. Nou, ik heb meer gehaald dan ik dacht. Zo, even rug openmaken. Ik heb toch gekozen om die jasje af te doen. Dan eten we makkelijker. Mijn afvalzaakje is niet zo groot, dus niet iedereen heeft een zitplaats. Moeten sommige mensen staande opeten. Dan
kunnen ze gewoon zo opeten in plaats van bot neerleggen en dan toch nog even garnalen pellen. Zo, dit is eend. Dit is eend met als kruiden zitten zure pruimen erin. Daarom noemen we het zure pruimen eend. En daar zit ook wel, wat is de mandarijnschil, gedroogde mandarijnschil in. Tempi. En ook nog kaneelstokjes. En dan goed laten sudderen, zodat die alle smaak in de eend komt. En dan, ik heb nog 12 minuten nodig. Ik heb nu even, die kleur vind ik nog niet zo mooi. Dus doe ik nog een beetje sojasaus erin. Donkere sojasaus. Want die moet wel mooi donker worden. Oké. Nou, laat die weer rustig sudderen. Dit is onderdeel van de kinkelpot. Ik heb vandaag de grotere frituurpan gebruikt. Dat gaat sneller. Nou, mijn gast is al binnengekomen. Nou, die is bijna klaar. Nu ga ik maar beginnen met de wokken. Zal ik me eerst even laten zien wat ik hier allemaal heb gedaan. Kijk, de tafel is leeg. Dit is zeekwal met 1000 jaar eieren. Nou, die is in ieder geval klaar. En eend is ook al klaar. Moet een beetje afgekoeld worden om het te snijden. En de saus ga ik zometeen nog even in de pan doen. Dat die dikker worden en dan erin doen. Alles heb ik nu hier gewassen, gesneden. Kreeft is ook gesneden. Die is ook gesneden. Alles. Ik ga maar gauw beginnen, want anders... red ik niet om 6 uur klaar te zijn. Zo. Ik ben bruimel aan te maken. Broodkruimel. Mijn assistent scharifeert dat mijn moeder, die is vandaag toevallig ook jarig, dus is ook haar verjaardag feestje. Nee, hoe je ik ben gouder. Garnalen aan te maken en dat is eigeel. Die zit ik nu even aan te bakken. Ondertussen is mijn andere assistent weer gekomen. Door hem moet ik vandaag hier eten gaan koken. Allemaal zijn schuld. Ja, mijn mama is oestersaus te maken, openmaken. Kijk, je tengen, maar je nog koos aan. Oh, hoe gaat het? Kan je, ik heb het niet. Kijk, nou hier is die klaar. Vuur uitzetten, een beetje rijstwijn. Sesamolie. Garnalen.
Oké. Klaar. Ik moet jou wat houden. Zo. Even spoelen met koud water. En nu heb ik zo'n assistent. Dan is minder stress al. Hehe. Hier is de noedel. Maar ja, ik heb te weinig ruimte hier. Zo. Dit is die zoet aardappels noedels. Sliertjes. Met seafood, met spek enzovoort. Hier wordt kreeft even gefrituurd. Dus echt een voordeel dat je zo'n grotere frituur hebt voor mij. Hier zijn de oesters. Het ziet de groene bonen vermicelli op. En die saus. Oh, die wordt zometeen gestoomd. Wordt zometeen gestoomd. Moet het water eerst gaan koken. Ik denk dat dit mijn... Je laat me eens even kijken, maar hij heeft wat dingen. Maar hij heeft wat dingen niet. Kreeft. Klein beetje. Sojasaus. Kijk, die rustig laat sudderen. Voor de kreeft hoef je niet zoveel dingen te doen. Dat is de helft, daar nog eentje. Ik kom zo jullie gedag zeggen, ja? Nu ben ik nog druk bezig. Ik dacht, ik ga gewoon even mijn gast drankje geven, maar laat hij maar gewoon zelf uitzoeken. Als jullie zelf helpen, dan help je mij al. Ik kom zo, ik ben bijna klaar. Nog 2 of 3 gerechten, geen idee meer. Nu ga ik die koekjes maken met groene asperges. Lang. Ja. De盒子呢？在这，在我已经取掉了。
Nou, klaar zijn we. Hier is die. Ik heb hier lamsrek. Mijn neefje is nog steeds bezig met de lamsrek te grillen. En dit is de osha's, nee, niet osha, rundvlees met koriander, scald zogenaamd. En dat is groene asperges met Sint-Jacobsscherven, met opgewonden van al mijn eten. Eend, kreeft, zeekwal. En daar heb je de groenten met knoflook enzovoort. En oesters natuurlijk. Speenvarken, die heb ik gewoon laten komen. Die ziet er mooiste uit, hè. En daarnaast hebben we varkensvlees, soorten zoet aardappelsnoedels en alle, ja, die andere kun je wel zien dat dan krappen is. Noordzeekrappen was het. En dit is garnalen en dat is de vis. Dat was het. Ik ben klaar. We gaan eten. Nou, eten staat al klaar. Ik ga dan gewoon eten. Iedereen vraagt om te komen eten natuurlijk. Sommige gerechten kun je gewoon vinden, de recept kun je vinden die ik al eerder gemaakt heb, sommige nog niet. Dus dat was het. Doei, tot de volgende keer.